Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over de gezondheidszorg van de 21ste eeuw hier in het Erasmus MC. Na 18 jaar van ontwerpen en bouwen hebben wij een nieuw state-of-the-art ziekenhuis gecreëerd. Een ziekenhuis wat toekomstbestendig is. Even beginnen bij vandaag. Aan alle leden van de Raad van Toezicht. Wat betreft update verhuizing. Zoals jullie weten betreffen we de laatste voorbereidingen voor de verhuizing. Gisteren in de stuurgroep na een ronde langs alle thema's en het servicebedrijf M1 tot de conclusie gekomen dat we klaar zijn voor de verhuizing van de polis. Het formele besluit daartoe genomen. Punt. Zoals genoemd zitten er op dit moment geen cruciale stoppers. Geen enkele echter die de verhuizing in de weg staat. Zal dit verder vervolgen in de komende dagen. Hartelijke groet, Ernst. Dat hebben we dus vorige week nog een keer bevestigd. Ja. En ook mee, nee, dat is goed. Gaan we eens mee aan. De veranderingen op medisch gebied gaan ongelooflijk snel. En dat accelereert alleen maar verder. Even los van de vraag of we ons dat kunnen veroorloven, is een andere vraag van hoe incorporeer je het en hoe faciliteer je dat in een ziekenhuis als het Erasmus, maar ook met een regio als geheel. Er zijn veel meer diagnostiek- en behandelmethoden. En daarmee zijn er ook nieuwe specialismen ontstaan. Maar tegelijkertijd worden mensen ook steeds ouder. Beide hersenhelften. Dat er dus steeds meer mensen ook zijn met chronische ziekten, vaak ook meerdere. Dat vraagt ook om concentratie van in ieder geval complexe ziekenhuiszorg. Allereerst ten goede van een patiënt. Je hebt natuurlijk een levertransplantatie gehad. En eigenlijk al vrij snel na die levertransplantatie zijn er problemen gekomen met de afvloed van de gal. Ja. Dat is eigenlijk de Achilleshiel geworden van uw nieuwe lever. Ja. En die vernauwing die zit hem dus eigenlijk in de galbuis met de splitsing van links en rechts. Dit ziet er niet goed uit, maar als ik deze buizen kijk, dan ziet dat er eigenlijk best goed uit. Dus wat je zou kunnen voorstellen technisch, als we hier naar kijken en hier zit het probleem, en misschien een beetje hier en hier, is dat we zeggen, dat linkerstuk dat doet niet mee, dat halen we eraf. Dus wat we dan moeten gaan doen is dat we een stukje darm gaan lenen uit uw eigen lijf. En dan moet je het je zo voorstellen dat al het eten komt van boven. Ik kan die darm uit elkaar halen. Dan zet ik het een stukje lager weer aan elkaar. Zo komt de boterham, die gaat doorheen. En dit stukje heb ik dan gewonnen. Dat doet even niks. Dus als ik dat nou gewoon op die lever zet, dan loopt de gal zo. De boterham komt zo en hier komen ze weer bij elkaar en dan gaat hij weer verder. Dat is een techniek die we eigenlijk heel vaak in de chirurgie toepassen, waarbij we dus van de darm, zeg maar 40 centimeter lenen en daar maken we een nieuwe verbinding van de gal mee. Hoeveel centimeter hebben we het dan, dit stukje? Dat zal 3 centimeter zijn, maar als je het bij elkaar hijst, is het zoveel spanning, dan laat het los. Ja. Ja? Oké. Helder, ja. Kijk, een lever is een vitaal orgaan. Als je lever stuk is, overlijd je. Dus wij zijn vanuit de ontvangerkant altijd heel voorzichtig geweest. Als we zeker wisten dat hij het ging doen, zetten we hem erin. Het aantal donoren loopt terug. Donoren worden ouder. Donoren zijn uit de bevolking. We krijgen allemaal een maatje meer. Dus bijvoorbeeld voor de lever betekent het dat er steeds meer vette levers komen die niet zo goed zijn om als transplantatieorgaan te dienen. En dat betekent ook dat de wachtlijst neemt toe en de sterfte op de wachtlijst neemt toe. Dus langzamerhand worden we met z'n allen gedwongen om ook organen te gaan accepteren waarvan we misschien 10 jaar geleden zeiden van dat moet je zeker niet doen.
Dat heb je vanaf kleins af meegekregen, dit, hè? Alles. Afwassen, huishoudelijk werk, koken. Als mijn moeder ziek was, dan kon ik gewoon voor het hele gezin koken. Hè? Ja. Huishoudelijk werk, dat kan denk ik een vrouw niet beter dan mij doen. Ja. Yes, en dan gaan we naar boven. 26,4 vandaag. Nou, het houdt niet over. We hebben een echo-schedel herhaald, die is stabiel, maar ziek meisje. Ze was gisteren ook heel onrustig, vrouw. Echt bij het minste of gerinste van zijn saturatie daarin. Ze hebben de fenobarbital gegeven omdat ze gewoon niet meer bij kwam. Och, nou, snel voor die ouders ook. Ja. Dan hebben we Fayenne, extreem prematuur geboren, 25,5. Is nu de vijfde dag en doet het nu eigenlijk heel stabiel. Eten loopt goed door, heeft nog lijnen. Ik heb kleine Lara, die is bij 27,2 geboren, nu 28,5, weegt zo'n 800 gram. Dus een kleintje, die is gisteren geëxtubeerd. Gisteren een lange lijn gekregen, ligt nu aan de NIPPV, doet het goed. Wel veel sputum, klein beetje zuurstof. Buikje is wel bol, 24 keer 1 voeding. En dat gaat nog niet helemaal, Jovo. Verder pittig klein meisje. Oké, ben ik gebeld voor je? Zijn we de eerste? Oh, wat zullen we doen? Zullen we Tis verzorgen? Ja, ik wil eerst papa en mama een hand geven en dan kunnen we Tess verzorgen. Oh, kan ook kan ook en dan de visite. Nee, ik ga je open. Okay. En dan gaan we de visite. Ja. Ik heb weer van die koude handen. Hallo, dametje. Oh, groot, ja. Ja, 1600 gram is ze. Is best wel groot, hè? Ja, ze is rustig. Dit is de babywatch. Dat is een camera dat ouders thuis in kunnen loggen en hun kind kunnen zien. Ja, we proberen altijd met de verzorging, schuift die vaak weg of dan ligt er een doek op. Als we klaar zijn om te zorgen dat die wel op de juiste stap staat. Zo heeft mama vanmorgen gebeld, dat was om 9:45. Ja. Toen zei ze, ja, ze ligt niet goed. Dat kunnen ze zien vanuit thuis. Maar was ook zo, want ze had zich een beetje gedraaid en ze lag zo op die sprietjes. Dus mama zei gelijk, ademt ze wel? Dat is hun angst. Ze ademde wel, hoor, maar ze lag een beetje moeilijk. Ja. Ze lag zo. Het is wel fijn dat ze dat hebben. Dat ze kunnen eigenlijk de hele dag kijken. Leuk, hè? Wij maken wel de afspraak, maar dat ze daar bijvoorbeeld niet 10 keer per uur over kunnen bellen. Omdat we soms ook gewoon heel druk zijn met hetzelfde kind of met andere kinderen. Maar dat we er echt wel op letten dat hij goed hangt. Ja, ze zijn bezorgd. Je laat toch je kind achter. Het jongste was zelf hiernaast, was 385 gram, was er 24 weken. Dat was hier, hè? En die heeft het niet gered. Nee. Is ook lastig, maar goed. Je weet dat het erbij hoort, hè, bij 24 weken. Ik vind het nog lastiger, er ligt nu een kindje aan term. 41 weken, wat niet goed is. Hi. Hallo. Goedemorgen. Oh, mama is in slaap gevallen. Hi.
geregeld? Ja? Betere nacht gehad? Ja, wel. Het gaat wel goed, maar ze heeft... Die plekken. Ze krijgt antibiotica. Preventief. Ja, begrijp ik. Ze is klein. Ja. Mag ik even bij? Nee, jonge dame. Blijf naar haar kijken, want aan haar zie je echt wel een hoop. Ja. Hoe ligt ze erbij? Is ze pittig? Is ze actief? He? Opent ze haar oogjes? Of ligt ze zo? Ja. Hoe is haar kleur? Ja. Is het een mooie kleur? Is het geen mooie kleur? Ja. Ja, dat doen we. Dat gaat en blijf gewoon naar haar kijken, niet naar die gekke monitor. Ja, klopt. Ja, klopt. Dank je. Is het goed gegaan? Dan mogen we drinken. Och, het is goed gegaan. Ja. Goed, joh. Ik ga wel even goed uit. Is smakelijk, heren. Dankjewel. Nee, dat moet je. Nee, ah, sowieso, dat is onze... Nee, maar hetzelfde, hè? Dat is onze gegeven. Oh, als het ons ding, hè? Dan wordt wat. Hey, doe je best. Wordt dan wij. Oké, okay, ciao, ciao. Oh, een operatie. Dat ik het beter kan zien. Oh. Heb je het al niet nodig? Hey, hoe is die wel? Hoe is die wel? Heel goed. Ja? Nou, ik zie je wel. Werk ze. Hey, Nicole. Hoe is die? Ja, lekker. Ziet er goed uit. Ja, werk ze, hè? Ja. Morgen. Zoals je weet verhuizen we vanaf 3 locaties naar de nieuwbouw toe. Ja. De patiënten die we met bed en al in de vrachtwagen doen, dat is de ene deel van de kolonne. Het tweede deel van de kolonne is de patiënten die dusdanig ziek zijn dat we die liever regulier met een ambulance vervoeren. En we hebben op elke kruising straks verkeersregelaars die ervoor zorgen dat als wij eraan komen, dat dan het andere verkeer even wordt tegengehouden. Ik denk dat het even belangrijk is op dit moment de oude locatie van de MRI op de OK te bespreken en de druk op het OK-programma. En welke behoefte er vanuit de snijders is en vanuit het OK-team. Het OK-complex, daar is het interventieblok van Thorax met een hybride OK. Ja. En hier zit de voormalige MRI-ruimte voor de OK. We kunnen daar een normale OK van maken. Er is veel animo om daar een derde hybride OK van te maken. Ja, met de andere twee daar, hè? Ja, we zouden daar tegenaan de tweede hybride OK. Wetenschappelijk onderzoek doen, dat is op avontuur gaan. Je weet niet hoe het zich ontwikkelt. Heel veel laboratoria in de wereld die er al tientallen jaren onderzoek naar doen. En het is nog steeds heel onduidelijk wat nou de oorzaak van veroudering is. Wij deden onderzoek helemaal niet aan veroudering. Dat is eigenlijk het verrassende. We deden onderzoek aan DNA-beschadigingen en het repareren daarvan. En wij denken dat we alles kunnen verklaren alleen al als je van DNA-beschadigingen uitgaat. En dat we dat verouderingsproces ook kunnen beïnvloeden, waardoor we gezond oud worden uiteindelijk kunnen bereiken. Sommige cellen zijn hier meer dan 40 jaar. Heel waardevol materiaal, wat jij al die tijd nog steeds kunnen gebruiken. Toen ik 4 jaar was,
herinner het me nog. Ik zie haar nog voor me staan. Mijn overgrootmoeder. Een heel oud vrouwtje. Heel klein. Met een bochel. En een wandelstok. En toen ik dat zag. Nou, ik was er helemaal door gegrepen. Ik denk, jemes. Ik ben jong en mijn ouders zijn dat ook. Maar dat is uiteindelijk wat het van je wordt. En toen heb ik me bedacht van, jeetje. Ik zou willen weten waarom mensen verouderen. En ik denk, we rempel. Dat ik dat nu weet. En dat ik niet alleen dat weet, maar dat die kennis ook een voorbode is, de mogelijkheid biedt om dat verouderingsproces te beïnvloeden. En dat mensen daarmee misschien een aantal gezonde jaren aan hun levensverwachting kunnen toevoegen. Wat eigenlijk al sinds 1840 aan het gebeuren is, hè? Dat lineair elke week een weekend erbij is gekomen. Als je 10 jaar later geboren wordt, dan heb je 2,5 jaar langere levensverwachting. En kinderen die nu geboren worden, hebben een verwachting dat de helft van hen 100 wordt. Mag ik hem iets laten zakken? Oh, meisje toch. Wat is je hem kwijt? En die bril hangt een beetje uit. Perfect. Daar is die. Volgens mij zo rond 2009 zijn we kinderen rond de 24 weken actiever gaan behandelen. Eerder was het kijken wat het kind zelf deed na de geboorte. Ademt hij zelf, dan doen we wat. Ademt hij niet zelf, doen we niks. En toen zijn we echt meteen actief de opvang gaan doen. Eerder ging je pas actief opvangen bij 26 weken. Ja. Ik vind het wel mooi, want ze is heel klein, maar ze geeft het tempo wel zelf in. 23,7? Ja. In Amerika bijvoorbeeld is het volgens mij vanaf 22 weken. En die hebben dezelfde telling, de behandelgrens. Van wanneer behandel je kinderen bij welk. Vroeger was het ook bij een bepaald gewicht. Volgens mij 700 gram, hè? 750 gram. Dat hebben ze losgelaten, dat is niet meer. En weet je, die grens is ook zo klein, hè? Tot 23,6 mag je abortus plegen. En vanaf 24 weken is het ook binnen de wet zo geregeld dat we moeten of mogen behandelen. Dus die grens is zo flinterdun dat je bij 23,6 het afbreekt en bij 24 weken wel het niet meer mag, maar wel gaat behandelen. Ik denk zelf dat je de abortus gaat. Maar goed, wie ben ik om dat te zeggen? Terug moeten. Terug naar beneden. Aan de andere kant, als je een ongecompliceerde zwangerschap hebt, pas bij 20 weken krijg je een groeiecho, toch? Ja, dan moet je die ook vervroegen. Uitgebreide echo krijg je in Nederland pas bij 20 weken. Daarna heb je 2 weken bedenktijd. En als je een kind hebt wat niet met het leven verenigbaar is en je wil het niet voldragen, zeg maar, dat is ook lastig. Ja. En stel dat dan die grens bij 21 weken ligt, of 22 weken, dan mag je het niet weg laten halen. Ik vind het lastig. Ik zeg altijd, als ik niet zwanger ben, zeg ik altijd, als de baby eruit valt bij 24 weken, ik weet niet of ik dan zeg, ja, we gaan actief behandelen. Dat zeg ik altijd, als ik niet zwanger ben. Hè. Maar je weet niet wat de hormonen met je doen, hè? Als ik zwanger ben, dan ben ik begonnen van. Maar ik weet niet wat er uiteindelijk waar we goed aan doen. Ik weet niet, ik vind het best lastig. Ik vind het echt lastig. Ja. Thank you.
patiënten voor jullie poli. Die kunnen hier dus naar binnen. Die komen hier dan drie aanmeldzuilen tegen. Die melden zich aan en die kunnen dan met het dagticket wat zij ontvangen naar de polikliniek. Nou, de poli Daniel loopt op de tweede verdieping nog best een eentje door. Gaan we jullie even laten zien om even een beeld te hebben van wat is er allemaal. Onder andere waar de ambulancepatiënten kunnen wachten. Polies hebben allemaal straatjes. Dat zijn de interne, hematologie, neuro-oncologie, ook de longpoli en de klinische genetica. Die draaien spreekuur in de straatjes die uitmonden zeg maar, op de wachtgebieden. Alleen in de nieuwbouw zijn nog wel een aantal veranderingen die we krijgen. En die hangen hier eigenlijk onder. Die hebben we proberen in beeld te brengen. Zuilen op de poli. We hebben bijvoorbeeld het spreekuur informatiescherm. Als er een vervolgafspraak is op dezelfde dag, moeten ze zich steeds weer aanmelden bij de aanmeldzuilen. Aan de linkerkant zijn de toiletten voor de patiënten. En hier aan beide zijden spreekkamers. Supratentorieel, bekende T2 hyperintensiteit, punt. Geen massawerking, punt. Geen pathologische aankleuringen, supratentorieel, punt. Slangventrikelsysteem, punt. Geen wijzigingen in vergelijking met 7 februari 2018, punt. Geen groei of aspectverandering van bekende kleine lesie in de vierde ventrikel rechts, punt. Nucleus lentiformis, punt. Heel ons werk is erop gericht om eigenlijk als een soort detective op zoek te gaan naar wat iemand heeft en wat de afwijking is. En mijn onderzoek richt zich heel erg op mensen die nog geen patiënten zijn en nog gezond zijn. En juist kijken waarom ze op een gegeven moment ziek worden en hoe we dat zouden kunnen voorkomen. Dus dat is echt preventie. Erasmus MC is niet alleen maar gericht op mensen die ziek zijn, maar juist ook op hoe de bevolking gezond gehouden kan worden. Dan ook kijken naar de hersenen, dus het gebruik van MRI-scans. Om te kijken van wat is er nou anders in de hersenen van iemand die bijvoorbeeld wel dement wordt of iemand die een beroerte krijgt versus iemand die dat niet heeft. Hieronder zie je de krimpcurves die we op basis van onze grote bevolkingsstudie hebben gemaakt. We hebben het ergo-onderzoek, waarin we duizenden mensen al 25 jaar lang volgen op het optreden van ouderdomsgerelateerde ziekten. We doen natuurlijk onderzoek naar het menselijk brein met onze eigen hersenen. En het is denk ik een geschenk dat het zo complex is. Want het maakt ook dat wij zelf intelligent genoeg zijn om dit te proberen te doorgronden. En dan met hulp van dus technieken en computers kunnen we denk ik steeds beter leren begrijpen. Maar ik denk dat ik het mooiste vind dat het deels zo ongrijpbaar is. En dat er zoveel mysterie nog is. En ik vind het gewoon het belangrijkste orgaan in het lichaam. Ja. We zijn nu met dit onderzoek ruim 2 jaar bezig. En dit is nu de 6e lever die we mogen ontvangen. Dit is een lever van een donor waarbij op basis van de leeftijd de lever in Nederland, maar ook in heel Eurotransplant, niet geaccepteerd kan worden. Er zijn leeftijdsgrenzen aan. En de familie heeft toegestaan dat we deze lever mogen gebruiken voor het doen van onderzoek. Testen of die het doet of niet. Je lever is ongeveer 1,5 kilo bij een man van 70 kilo. Zo zit hij eigenlijk in je lichaam. Dus dit is de voorkant van de lever. De galblaas hangt eronder. Waar veel mensen last van hebben, wordt de galblaas verwijderd.
principe van alle mensen die bij ons in Nederland op de wachtlijst staan, overlijdt op dit moment zo tussen de 15% en 20% voordat er een leven beschikbaar komt. Dus alleen al voor die mensen is het de moeite waard om meer organen beschikbaar te krijgen, op wat voor manier dan ook. We hebben nu de lever klaargemaakt. We hebben alle kleine bloedvaatjes die uit de slagader komen geprobeerd met steekjes te verzorgen. Dat kan je hier nog wel zien. Er zit een slang in de poortader. En we hebben een slangetje gebracht in de galweg. En als het goed is en de lever gaat werken, komt hier straks gal uit. Uitmeten hoe dit straks allemaal komt te liggen. Even wachten. En hier zit nog een klein lekje. Even niet harder met de druk, hoor. Het is goed zo. Kijk, hier zie je nog een heel klein slagadertakje. Kun je het zien? Dat hij de bloeddruk uitspuit nu. Daar zit een klemmetje op. Ook aangesloten. Kopbollen. Kijk, wat je nu ook ziet, is dat je ziet dat er een soort, ja, we noemen dat een windketel-effect, maar op het moment dat de bloeddruk toeneemt, zie je de slagader uitzetten. Het mooiste vind ik als je zo'n orgaan wat in een bak met koud ijs er echt dood uitziet. Als je dat dan aansluit op de bloedstroom en dan krijgt het opeens een roze kleur en hij wordt warm. Ja, dat is toch echt het wonder van het leven. En elke keer bij een transplantatie, of het nou nier- of een levertransplantatie is, vind ik dat mooi. Ja, en het is natuurlijk echt fantastisch dat je nu gewoon een levend, werkend orgaan in het bakje hebt liggen. Dat is toch wel heel bijzonder. Kijk eens. Hey. Hupsakee. Gal. Gele gal. Nou, is dat mooi? Hij doet het. Prachtige gal. Het is een beetje stroperig. Ik weet niet of je dat kan zelfs kan zien. Zie je dat? Nou, happy. Nou. Dus ja, strikt genomen. Als je het mij vraagt, had deze lever het gedaan in een ontvanger? Ik denk het wel. En je kan je voorstellen, als we hier wat meer vertrouwen in krijgen en weten wat de grenzen zijn, wat veilig is. Ja, dan hadden we met deze lever een patiënt van de wachtlijst kunnen helpen. Verloren organen, de organen die we niet accepteren omdat ze op papier niet goed genoeg zijn, die krijgen we nu een fantastische plek voor en heel veel hulde, want die kamer die is pas vorig jaar bedacht dat we dat gingen doen. Toen was de wetenschap zover, maar het gebouw is natuurlijk al heel lang geleden getekend, dus er zijn mensen die hebben moeten opschuiven, er zijn tot en met leidingen en stopcontacten, alles moest om, er moest een gat in het dak gezaagd worden, dus. En dat is dan gewoon weer mogelijk in het Erasmus MC. En dat vind ik echt hartverwarmend. Dat is al. Ik denk als straks die kamer open gaat en we hebben daar straks een long aan de machine en een lever aan de machine, een nier aan de machine. En op afzienbare termijn ook denk ik dat we harten die nog niet gebruikt worden, omdat je het zo eng vindt om het te implanteren terwijl je niet weet of je het gaat doen. Nou, het zou toch fantastisch zijn als je zo'n kamer binnenkomt en je ziet daar kloppend hart aan de machine, wachtend op de ontvanger die op dat moment opgeroepen wordt. Dat is echt, ik denk van, nou, dan zijn we wel weer een heel eind gelukt voor 2018-19. Ja.
Kijk, hier zie je dat er nog... Oh ja, je moet nog wel even de laatste... Zorg is per definitie medewerker intensief. Als je naar de totale organisatie kijkt, dan hebben we ongeveer 17.000 medewerkers. En met onze ontwikkeling en ook de verschuivingen in opbouw van onze generaties, moet je dan ook slim zijn om te zeggen, er zal meer zorg nodig zijn. En meer robotisering is daarbij een hele logische. In het nieuwe ziekenhuis gaan we gebruik maken van een medicatierobot. De pilpikker. Dus op het moment dat bijvoorbeeld iemand die opgenomen is in de kliniek bepaalde medicatie moet hebben en de zaaldokter voert dat in, dat het signaal via het computersysteem naar die robot gaat die de juiste medicatie pakt en met een barcode terugbrengt naar de afdeling. Een craniopharyngioom was toen 22 mm craniocaudaal. Geen parasitaire. Persoonlijk denk ik dat wij een vakgebied hebben wat heel snel aan verandering onderhevig is. Soms zeggen mensen ook wel dat ons vak over een x-aantal jaar niet meer bestaat. Dat we vervangen worden door computers. Hè? Artificial intelligence, de computer die komt met de diagnose. Ik denk dat het zo'n vaart niet gaat lopen. Tegelijkertijd denk ik ook dat we onze ogen niet moeten sluiten voor het feit dat natuurlijk die ontwikkelingen een grote impact gaan hebben. En dat de termijn waarschijnlijk langer gaat duren, maar dat het uiteindelijk ons werk gaat veranderen. Al een paar pompen, denk ik, of niet? Ja, kijk, ze hebben wel weer een pompje weggehaald. Het ziet er zo anders uit nu, hè? Ja, dat ziet er heel anders uit. Oké. Okay. Ja, nou, dit weet je wel, denk ik. Ja, dat ben ik. En een patiëntennummer is 1125. Etiketten opnieuw afdrukken. Misschien gebeurt er dan iets. Helemaal nee, echt aan de kant, ja. Heel klein rondje is het. Je moet alles een keer aan de uitzetten. Ja, ja. Komt alles van de afgelopen week eruit, denk ik. Oh, het is echt een... Ja. Allemaal lapstickers krijg je nu. Oh, dit is echt erg. Nou, we kunnen het uitje springen, jongens. Andersom. Ja, zo. Ja. Nog meer naar links draaien. Ja, zo. Nog meer naar links draaien. Ja, dit. Zo. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik als co-assistent erbij was dat er een grote snee in de buik werd gezet. En dat vond ik een hele bizarre gewaarwording. Want daarvoor was het nog een mens. En dan is dat best wel naar om zo'n snee te zien. Maar zodra die wond dan geopend wordt, is het ineens een soort van anatomieboek.
Dus je zet een soort knop om, denk ik. We hebben nu één robot en ook in de nieuwbouw zullen we één operatierobot hebben. Maar je ziet wel dat het steeds lastiger wordt om alles te kunnen inplannen. Ja, en dan denk ik dat we in de loop van de komende 2 jaar niet genoeg hebben aan één robot. Het blijft een feit dat als je voorop loopt in medische zorg en complexe apparatuur gebruikt, dat is een feit dat je iedere keer moet bedenken dat het kost geld. En dan moet je gaan. We zullen steeds meer de discussie aangaan. Wat vinden wij met z'n allen nog haalbaar als maatschappij? Wat zijn wij bereid om uit te geven aan behandelingen? Maar de toekomst is gewoon robot gestuurd. Piepje, dan kan je gewoon, kijk, heb je dan het bed naar beneden of naar boven doen. Zonder dat er voor mensen te niet staan of zo, als iets veranderen. Mooi toch? Ja, goed. Mooi. En dan gaat het vanzelf weer uit? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Zal het eerst met je voet er even onder. Ja. Nu kun je het bed naar boven of naar boven beneden doen. Dus als je nu naar beneden drukt, ja. Ja, de accu gelegen. Oké. Ja. Nee, kijk hoor, misschien nog. Dat is goed. Ze zijn smaller, hè? Ja. Hij draait toch makkelijk al 4% op mijn ding van huis. Zie je? Moet ik nou ook erbij liggen? Ja, moet je er ook bij liggen? Dat is wel 95 kilo, hè? Heeft niks, jongen. Rijden we in die bar. Een obese patiënt. Ja, dit is toch ideaal. Nou, 2 personen in de weg. En nog steeds met 1 hand. Kijk. Ja? 1 vinger. 1 vinger, ja. Goed, hè? En wanneer krijgen we die derde? Ja. Goed matras ook. Lekker, hè? Ja. Goed matras, ja. Maar je moet ook niet dit gaan doen, hè? Nee. Dat doen er ook heel veel. Die duwen het bed vooruit. Ja, maar kijk, de gewicht van dat bed laat toe dat je gewoon rechtop gaat staan. En zo kan duwen ook, hè? De eerste keer met een bed naar de nieuwbouw. Dat is volgens mij nog niet in werking. Nee, maar dan mogen we nog niet over klagen, zeg maar. Hij is nog niet opgeleverd, dus dat komt nog. Ja, makkelijk. Ja, makkelijk. Oké. Ja, gaat het goed allemaal. Ja. Super. Top. Yes. Die gaan de weg en alles kwijt zijn. Ik ben al de weg kwijt. Weet je dan niet meer? Nee, ik weet niet meer waar ik ben. Ik ben een nieuwbouw, maar... Het is de Erasmus. Ja, nog steeds, ja. Eigenlijk moet je best veel zijn. Eigenlijk. Je bent niet alleen IC-verpleegkundige. Je bent ook een troostende schouder. Een luisterend oor. Een luisterend oor. En, ja, is dat maatschappelijk werk? Ja. Nou ja, we hebben
soms ben je wel veel bezig met begeleiden, praten, veel praten. Vooral veel luisteren. Ja, veel luisteren. Ja. En je kan niet altijd de onmacht wegnemen, hè? Nee. Troosten. En het verdriet wegnemen. Aanhoren. Ja. Je kan er wel zoveel mogelijk aan doen. Je kan ze wel heel veel informatie geven dat ze zich daardoor dat ze daardoor wat meer houvast hebben. Wat is dat? Ik vind het wel zwaarder geworden sinds ik zelf kinderen heb. Ja. Omdat het veel meer harder binnenkomt. Het was eerder, had ik dat natuurlijk ook wel, maar... Anders. Je kan je er geen voorstelling van maken dat je zelf kinderen hebt. Ja. 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 Goedendag, vader. Goedendag. Ik heb 2 jaar gewerkt op de intensive care, voordat ik in opleiding ging als chirurg. De eerste patiënt, ja, een heel triest verhaal, jonge vrouw met 2 kleine kinderen, krijgt een hersenbloeding. Maar die man die probeert haar te reanimeren, kon hij niet. Dus een beetje zoals een Amerikaanse serie, aan de telefoon vertelde mensen van 112 hoe hij dat moest doen. En hij deed zijn best, maar dat lukte niet. En uiteindelijk komt die vrouw dan naar het ziekenhuis en wij, ja, die schade in de hersenen was te ernstig. Dat konden we niet repareren. Maar door die reactie van de hersenen liep haar longen vol, dat kan. Ze moesten haar beademen en dat hielden we bijna niet vol. Die machine kon daar niet tegen in. En toen zei die man, houd haar alsjeblieft nog even in leven, hoewel ze eigenlijk al dood was. Want dan kan ik nog, mijn kinderen kunnen dan warm afscheid nemen van moeder. Ja, je ziet het, ik loop steeds vol. Dat vind ik... Dat doet je wat. Ja. Ja. En ja, daar leer je mee omgaan. Want dan moet je ook, ja, weet je, dit soort dingen horen bij leven en dood. Maar het doet je wat. Dat je denkt, ja, zo'n vent denkt niet eens meer aan mevrouw, maar gewoon, hoe kunnen je kinderen straks verder en aan afscheid nemen? Ja. En dan is het, ja, echt mensenwerk. Ze dus met het hele team staan janken. Ja. Ja. En nog steeds. Nou, dat is dus 20 jaar geleden. Dokter De Jonge, Erasmus MC Rotterdam. Ik zou u nog eventjes bellen voor de uitslag van uw MRI-scan. En die MRI-scan die hebben we gemaakt omdat u meedeed aan dat onderzoek. Weet u dat, ten tijde van de transplantatie? Die MRI-scan ziet er hartstikke goed uit. In de lever is er geen beschadiging van de galwegen opgetreden. Dus dat ziet er keurig netjes uit. Hè? En uiteindelijk was uw lever ook niet op de pomp gegaan. Dus ondanks dat u geen pomp heeft gekregen, ziet het er toch mooi uit. Ja, en ik zag ook in de laatste bloeduitslagen dat het bilirubine, het galpigment, dat het ook hartstikke laag was met 4. Fantastisch. Gaat het voor de rest goed met u? Mooi zo. Als u nou het leven op dit moment een cijfer moet geven tussen zeg maar een 1, hartstikke slecht, of een 10, helemaal top, wat zou u dan op dit moment geven? Hoe is het vandaag? Nou, mooi 8. Doen we het voor? Ja? Prima. Wens ik u het allerbeste. Mocht er nog vragen zijn, dan mag u ons natuurlijk altijd eventjes bellen. Mijn vader was vroeger arts en dat was de eerste in de familie. En mijn vrouw en ik en Marius als derde generatie. En dat is het. Misschien, ja, misschien. Maar alle anderen, ik heb 4 broers, 4 jonge broers.
En die bedankte voor de eer. Die zijn allemaal andere dingen gaan doen. Mijn vader was huisarts in de Noordoostpolder. Ja, dus de echte typische plattelandsdokter, zoals je ze nu eigenlijk niet veel meer hebt. En op het moment dat ik ingelood was, heb ik mijn ouders geïnformeerd. En mijn moeder die zei van, nou, dat is prachtig, hè? Dat is wel wat voor je. En mijn vader vond het helemaal niks. Want geneeskunde, dat is een baan die zoveel van je vraagt, dat moet je niet doen. Dus hebben we verder discussie over gehad. En op een gegeven moment heb ik hem gevraagd, ja, maar als jij nu opnieuw ging studeren, wat ging je dan doen? Nou ja, dan ging die medicijnen studeren. Ik zei, nou, dan zijn we klaar. Beetje oppassen dat de koppies zo heen. En allemaal weer met daglicht, hè? Dat is wel heel bijzonder in Nederland. Meestal elkaar zijn binnen. Mooi. Ik kan je voorstellen dat als met zo'n machineperfusie blijkt dat de lever toch niet geschikt is, dan is het misschien ook wel zonde om hem dan weg te gooien. Het is mogelijk om uit zo'n lever alle cellen te verwijderen. Dan hou je eigenlijk alleen het jasje van de lever over. En als je dan cellen in het laboratorium kan kweken die gezond zijn, dan kun je die cellen weer in dat jasje terugstoppen. Dus dat is nog weer een stap verder dan wat we nu doen. Dus dat levers die helemaal niet geschikt zijn, dat die wel misschien als matrix, als gebouw kunnen dienen voor nieuwe cellen die uit het laboratorium komen. En dat is echt nog experimenteel, maar het lukt ons op dit moment wel heel goed om zo'n lever helemaal zelf vrij te maken. Dan wordt hij ook bijna transparant, kun je er bijna doorheen kijken. En we zijn dus nu op zoek naar een geschikt celtype om hem dan weer mee op te vullen. En stel je nou voor dat je van je eigen cel heel veel kan maken, zodat je als het ware van één of twee gezonde cellen die je nog hebt, dat je je eigen lever als het ware weer kan teruggroeien. Veroudering is natuurlijk een probleem. Alle systemen worden ouder. En als je straks allemaal nieuwe organen hebt, dan is wel het bloedvattensysteem ertussen, doet het niet. Kanker is natuurlijk een ziekte van veroudering. Dus daar, en naarmate mensen steeds meer andere onderdelen laten repareren, zal dat dan de grens worden. Uiteindelijk doe je het natuurlijk voor die patiënt, voor die mens die dat is. En ook daarin moet je wel bedenken wat de grenzen zijn. Niet alles wat we kunnen doen, moeten we doen. Na zo'n lange voorbereiding, nu met een prachtig nieuw ziekenhuis. Een ziekenhuis van de toekomst. Een ziekenhuis dat qua concept en indeling echt revolutionair anders is. En het is een concept wat het ons mogelijk maakt om onze ambitie ook voor de komende 50 jaar te verwezenlijken. Om leidend te zijn in innovatieve zorg, om ook leidend te zijn in onderzoek en het beste onderwijs te kunnen geven. En daarmee ook de ambitie te verwezenlijken om de patiënt de regie te geven. Dat gaan we voor elkaar maken met z'n allen. Dank aan de velen van jullie die dit mogelijk gemaakt hebben. Succes! Ik ben perfect.
Goed? Goed zo. Hier is via het stel. Dan kom je zo binnen. Van hier met je. Corazón.